Peertube, what up? In navolging op de Tour de Biermisch getranken kon een na-tours biercriterium dit keer niet uitblijven, vond ik. Eigenlijk had ik hem natuurlijk gewoon achter de Tour de Weizen moeten plakken. Toen helemaal niet aan gedacht, nu wel, dus let's go. Wat is zo'n na-tour criterium dan in de zogeheten wielersport? Long story short, na de Tour de France is dat volgens mij, wordt doorgaans nogal met regelmaat, dit gaat ook helemaal fout. Maar we gaan ons best doen. Nee, dit gaat niet goed. Wordt doorgaans, hoe gaan we dit in godsnaam doen? Dit gaat niet lukken. Super. Meestal gaat dit goed, vandaag niet. Dit is een perfect begin. Heerlijk. Nu al zin in. Oké, proberen we dus iets anders op te lossen. En ik wou dat met twee tegelijk doen. Ah joh, dat gaat vast. Maar niet dus. Enfin, een na-tour criterium. Vaak na de Tour de France. Rennen ze nog wat ererondjes door diverse plekken. En dit is eigenlijk een soort eerbetoon aan de acht van Kaam. Ja, maar het zijn maar 7 bieren. Ja, zonde. Achteraf had ik dat iets anders aan moeten pakken. Heb ik niet gedaan. Cessa. Hoeft het niet minder leuk te maken. Kan het nog steeds een interessante vergelijking worden. Zoals je ziet zijn het veelal Duitse units. Grote halve liter units, dus hoe die ook weer opkomen. Dat is een tweede. Gelukkig geen alcoholmisbruik in dat geval. En ik ben dus heel benieuwd van oké, ik weet ongeveer nou hoe de smaken van de alcoholhoudende varianten zijn. Maar welke alcoholvrije Weizen is nou eigenlijk het lekkerst? En tuurlijk, dit is niet alles. En tuurlijk, we missen er een paar. En voor de Nederlandse markt heb ik mij laten leiden door een onderzoek van de Consumentenbond. Volgens mij mede met Henry Reuglin erin. Dus je zou zeggen dat dat toch ergens op gestaafd is. Maar het hoeft ook weer niks te betekenen. In theorie had ik natuurlijk ook de bieren al vooraf in kunnen schenken. Maar ik dacht dat is toch leuker voor het totaalplaatje. Ik heb ze staan op persoonlijke voorkeuren in de alcoholhoudende variant zo'n beetje. Het zal niet helemaal meer kloppen, maar dat is in ieder geval de insteek die ik had bij het neerzetten, zo te zeggen. En wat mij al opvalt, is dat bijvoorbeeld die Erdinger, en het zijn iets andere glazen, moet gezegd. Maar die Erdinger, die is bijvoorbeeld relatief gelig. Waar, zo. Bijvoorbeeld de, wat is het? Schneider-Weizen heel erg amberkleurig aan doet. Die zou als een Weizen dubbelbok bijna door kunnen, als je het mij vraagt. Dus daarin ben ik al heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Deze is weer behoorlijk geel, die van Weihen Stefaner. Kan dat ook met Nederlandse Weizens? Ik heb geen idee. Gaan we dat doen? Ja joh, tuurlijk wel. Die ziet er echt weer heel witbierachtig uit voor mij. En als laatste de gerold Weizen in een gek glas, dus dat wordt helemaal tricky. Maar ook dat gaat alleraardigst, moet gezegd. En past weer perfect. Zo, nou, het staat. Nu het proeven. Ruiken bij Weizens, ja, ik doe het niet heel vaak. Ik zal het voor de voren misschien even doen bij de eerste of tweede. Uit pure nieuwsgierigheid naar het banaantje in de neus. De Erdinger 0.0. Ja, veel meer moutig dan dat het inderdaad bananengist heeft. Ik had verwacht dat de Duitsers inmiddels op een ander niveau zaten qua alcoholvrij bier. Dit heeft echt dat broodmoutje waar ik echt geen zin in heb. We gaan hem toch proeven. De Erdinger 0.0 Weizen. En proziet. Broodmoutig, dat zoetje. Ik heb het in mijn gevoel een keer in Erdinger Weizen op. Dat ik even dacht dat hij heel erg dat maltbier karakter is. Dat donkere spul, die kan die malt, zo te zeggen.
Ook dat krijg ik nu niet. Dus wat voor Erdinger mij toen voorgeschoten is, dat blijft mij tot op vandaag de dag een raadsel. Duiken wij door naar de Franciscaner. Eveneens 0,0% aan alcohol in. En dan veel meer een typische Weizenneus. Ook veel meer dat, hoe heet dat, kruidnagel heb ik het idee. En dat weet die moutigheid wel naar de achtergrond te drukken. Proost. Nou, hier is veel meer dat kruidige. In de achtergrond krijg je echt nog wel dat broodmoutige. Maar dat kruidige zorgt ervoor dat het in balans blijft. En zorgt er voor mij ook wel voor dat ik hier toch wel een Weizen blijf drinken, als ik heel eerlijk ben. Duiken we door naar, wat is dit? Volgens mij Paulaner, 0,0 alcoholvrij. Die heeft een hele rare neus. Zo, dit is echt, als je op een brouwdag in een brouwerij loopt, heb je dit. Volgens mij is dit echt, kijk, dat broodmouter is volgens mij ook al wort. Maar dit is nog meer die wort, heb ik het idee. Bierbostel misschien wel bijna. Paulaner, 0,0, proost. Nou, die heeft dus veel meer zoet. Het is wel lekkerder dan de Erdinger. Maar wel echt te zoet voor wat Weizen mag zijn, als je het mij vraagt. Schneider Weizen, tap 3, de alcoholvrij. Die is nog moutig, nog kruidig. Die kan ik niet echt thuis brengen. Enfin, slokkie, 0,0. Schneider Weizen. Oeh. Toch wel een beetje een wrangkruidig karakter. Wat er wel voor zorgt dat het brood mouter echt helemaal gaat liggen. Maar ook niet heel veel te maken heeft met een Weizen. Nee. Wel de twee na kruidigste tot dusver, moet gezegd. Ja, dit is mijn torenhoge favoriet als het gaat om de alcoholhoudende varianten. De Weihenstephaner alcoholvrij. Is op de neus gelukkig ook niet heel mouter. Stemt dus hoopvol, moet gezegd. Dit bier, oh, en meerdere worden aangeduid als minder dan 0,5. Ik dacht dat ze in Duitsland heel strikt erop waren. Maar alles is dus hier minder dan 0,5. Dus niet alcoholvrij in Nederlandse termen, maar alcoholarm, moet gezegd. Weihenstephaner, proost. Oh, hij had heel eventjes dat karakter. Ik dacht, ja, een iets wat opgewarmde tafelweizen voor mij. Ja, tafel is natuurlijk. Maar de tafelkarakter kwam er wel goed door. Maar daarna komt er een wrang. Niet zoetig, niet kruidig, maar ook niet lekker karakter achteraan. Ja, waarvan ik denk, mwah. Wat mij opvalt is dat de koolzuur relatief laag lijkt te liggen. Tuurlijk, er is minder gistactiviteit, dus dat kan ermee te maken hebben. Omdat ze daar denk ik niet met geforceerde koolzuur werken in die traditionelere brouwerijen. Maar ik vind me daar niet op vast. Maar ik heb het idee dat de overall koolzuurbeleving wat lager ligt. Nou, dit ziet er echt uit als een wit bier als je het mij vraagt. Is de alcoholvrije Weizen van Brand? Gooi de behoorlijk hoge ogen in de Consumentenbond-test. Proost. En dit is dus wel volgens mij echt 0,0. Die staat ook alcoholvrije op. Dus ik denk dat dit 0,0 is van Brand. Proost. Oh, maar ik denk ook dat die koriander heeft. Of in ieder geval iets van citrus. En hoe kan die dan hoog scoren? Want dit is volgens mij allemaal rijhuisgebootmateriaal. De 5 van Duitse origine. En deze heeft echt, hoewel niet vermeld, want ingrediënten water, gerstemout, tarwemout, hopextract, stabilisator, asiagrom. Maar deze heeft, nou heb ik grom gelezen en denk ik in één keer aan die tattoo, wat is daarmee gebeurd? Mag ook niet meer in deze tijd. Die tattoo kauwgom van onder andere Asterix en Obelix weet ik nog. Dat zoete karakter heeft het in zich. Dat kan ook een manier zijn om dat banaantje na te bootsen. Maar slaat in mijn beleving wat meer door naar het typerende snoepbanaantje op deze manier. Vind ik niet erg in de neus, is niet heel Weizen-y. Is hij lekker? Proost. Oeh, hij is echt heel zoet. Maar niet moutzoet. Maar echt dat snoepzoete
Ja, wat echt. Ja, dat komt waarschijnlijk omdat ik groen gelezen heb. En waarschijnlijk slaat het nergens op. Maar die kauwgom had ook een beetje die bananentent in dat in zijn zoete karakter, als je het mij vraagt. Last but not least. Misschien wel de beste Weizen ter wereld op bepaalde vlakken. Want Gros heeft hem volgens mij naar een Duitse, of in ieder geval een wereldwijde wedstrijd opgestuurd. Waarin het Duitse arsenaal het onderspit moest delven ten opzichte van de alcoholhoudende Gros variant. Dus ze weten daar wel een ding of twee van Weizen. Volgens mij ook bij het inhuldigen van hun brouwhuis en het neerzetten van die Weizen hebben ze ook hulp gehad van Duitse hand. Dus stemt wel hoopvol. Heeft wel ook een beetje dat snoepige banaantje in zich. Kan het fris maken. Ik zie hier in mijn ooghoek staan kruidnagel en banaan. Die kruidnagel haal ik er minder uit. Ook 0,0 volgens mij, daadwerkelijk alcoholvrij, wordt in letters aangeduid. Dus dat is in ieder geval, dat lijkt dan wel het onderspit, het verschil te zijn tussen de Duitse en de Nederlandse variant. Waardoor het denk ik een soort van oneerlijke strijd is, maar misschien in de slok niet. De Gros Weizen 0,0. Proost. Oeh, deze heeft zowaar nog meer. Dit is echt bijna die kauwgom met die tatoeages van vroeger. Dus het banaan is hier heel overheersend. Ik merk nu inderdaad een klein vleugje kruidnagel. Maar dit kan zich qua tarwe karakter, qua Duitse klassieke smaken in mijn beleving niet meten met de vijf voorgaande Duitsers. Daarbij moet de kanttekening dus geplaatst worden dat het erop lijkt dat de Duitsers stuk voor stuk alcoholarm zijn volgens Nederlandse maatstaven. In Duitsland mag je tot 0,5 alcoholvrij noemen. En dat daar wel een slag te winnen geweest zou zijn voor de Nederlandse Weizens. Wat ze nu dus op een andere manier hebben moeten oplossen. Dus ja, van de Nederlandse vind ik dan toch die Gros wel het lekkerst. Hij is misschien wel wat zoeter, maar dat maakt hem voor mij bij dit soort temperaturen ook wat doordrinkbaarder. Ga ik terug naar het Duitse arsenal en ook wel het overall, wat lijkt het meest op Weizen materiaal, in mijn beleving natuurlijk. Moet ik toch wel zeggen dat ik heel erg sterk neig naar de Franciscaner. Iets wat ik vooraf niet verwacht had. Ik moet even zeggen dat ik ook in mijn collectief geheugen niet meer heb zitten hoe die uit de Tour de Weizen in, wat is het, 2019, 2020 gekomen is. Ik heb het idee dat deze het meeste die kruidigheid draagt. Het banaantje komt nu wat meer opwarm, komt ook een beetje naar boven. Mondgevoel komt overheen. Dus ik neig er wel na om dat te zeggen. Volgens mij zei ik dat de Snyder-Weizen ook nog wel leuk scoorde qua kruidigheid. De koolzuurbeleving in die Snyder-Weizen is heel mooi. Is misschien wel de mooiste van de alle. Heeft inderdaad wel een kruidig karakter. Maar wordt misschien wel iets te bitter. Te traditioneel bitter als je het mij vraagt. Gewoon voor een random testje. Om te kijken of mijn smaakpapillen natuurlijk niet fysiek zijn. Ja, natuurlijk, dit bier is niet helemaal naar waardigheid ingeschonken. Daar moet absoluut wat over gezegd worden. Die staat dan natuurlijk wel met 2-0 achter. Want Erdinger is ook echt oprecht een van mijn minst favoriete Weizens. Als ik die op de kaart zie staan, ben ik niet heel vaak geneigd om hem te bestellen. Nee. Nee, het blijft gewoon een beetje weegzoet. Maar die Franciscaner, die doet wel iets voor mij. Dat werkt wel. Dus voor mij is die Franciscaner wel de ik denk wel de torenhoge favoriet. Springt er echt bovenuit. Minste dat zoetmoutige karakter, broodmoutige wat ik heel vaak benoem. Ook niet dingen als bierborstel, wort ideeën. Geen kunstmatig banaantje. Dus ja, uit dit rijtje moet ik te kennen geven dat Franciscaner voor mij de favoriet is. En dan heb je bijna van half jaar buiten die Nederlandse, want kleine flesjes gedoe. Proper glassware en dan wint het bier zonder proper glassware. C'est la vie. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie favoriete alcoholvrije Weizen of alcoholarme Weizen in de Nederlandse maatstaven. Dus laat dat zeker even weten in de comments. Ook als ik er gemist heb van je zegt, ja, die moet echt nog even battelen tegen de Franciscaner in een soort van 1-op-1 wedstrijd of hoe we dat dan ook aan gaan pakken. Dat zien we dan wel weer.
voor nu rest mij te zeggen... Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.